Dag dames en heren en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op Pad met Ad. Nederland gaat weer een beetje meer open. We krijgen weer meer lucht. En vandaag ben ik in de binnenstad van Dordrecht met de vraag, wat vindt u van de versoepelingen? Meneer, ja. Nederland gaat weer een beetje open. Dat betekent dat we weer meer gaan versoepelen. Wat vindt u van de versoepelingen? Ja, ik vind dat prima. Ja? Ja, zolang iedereen zich aan de regels houdt wel. Ja, ja. Dat is misschien wel een beetje het probleem. Ja, dat zou goed komen, want is toch? Het niet al een beetje dat versoepelingen versloffing betekent? Dat mensen er niet meer op gaan letten? Ja, dat weet ik niet. Dat hoop ik van niet. Nee? Nee, nee. Maar ik hoop dat het gewoon goed gaat komen, toch? Ja. Ja, maar u houdt het zelf wel in de gaten? Ik hou het zelf in de gaten. Anderhalve meter, mondkapje op in de winkels. Oké, okay, en wat zou de volgende versoepeling moeten zijn? Geen idee. Restaurant zou ik wel graag open willen, maar dat moet wel kunnen. Maar dan moet u wel lekker binnen gaan zitten. Dan moet wel binnen kunnen. Ja, met dit weer wel, hè? Ja, okay. Ja, genoeg. Nou, bedankt. Fijne dag verder. Ja, jullie ook. Meneer, wat vindt u van de versoepelingen? Ja, super man. Ja? Ja. Maar betekent versoepeling ook niet een beetje versloffing van de coronarichtlijnen? Dat is een goede vraag. Ik heb er eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Ik ga een beetje mee met de flow. Ja? Als de regels streng zijn, dan pas ik me daaraan aan. En als maar het, betekent het niet dat we er een beetje klaar mee zijn? Is dat niet het gevaar? Dat we denken, oké, het is achter de rug, we kunnen weer. Ja, dat zijn een beetje jouw vragen die je mij nu in de mond legt natuurlijk, hè? Ja, nee, ik vraag het. Ik weet het niet. Voor mij mag het snel achter de rug zijn. Ja. Dat maar, wel. Maar een half jaar geleden was het nog van, wij zijn wel klaar met het coronavirus, maar het coronavirus is nog niet klaar met ons. Nee, dat klopt. Maar denkt u dat het coronavirus nu wel klaar is met ons? Ik hoop dat de inentingen gaan werken en dat daarmee de corona een beetje weg zal gaan. Ja, maar de coronarichtlijnen, die neemt u nog in acht? Voor zover mogelijk wel, ja. En waar ligt dan de grens? Voornamelijk in mijn werk. Wat doet u voor werk? Ik werk in de techniek en daar kom ik niet altijd aan de anderhalve meter regel toe. Maar goed, dat maar is mondkapje op wellicht? Als het nodig is, dan moet dat. Ja, zeker. Ja, ja, je moet je even aanpassen, hè, met z'n allen. Ja, maar dat doen we nu al een jaar. Ja, ja. En ik heb het idee dat we er klaar mee zijn. Ja, ja ik niet. Weet je kan er klaar mee zijn, maar ja, als de rest van de wereld dat nog niet is, dan is het alleen maar een beetje dweilen met de kraan open. Even doorbijten. Ja, je kan het beter maar gewoon uitzitten en hopen dat we er met z'n allen weer tegenaan kunnen. Ja, maar nu, heeft u een vakantie geboekt? Nee. Nee. Nee, u gaat niet met vakantie? Nou ja, ik werk meestal in het vakantieseizoen. Ja, want nu mogen we weer naar heel veel landen toe. Ja. Maar dat wordt een groep die vooral niet is ingeënt. Is dat zo? De inentingen zijn toch voorwaarden om op vakantie te mogen? Ja, maar één keer inenten, dan blijft er toch een bepaald risico aan kleven. Lopen we niet met z'n allen kans dat we in het najaar weer met een enorme hoge cijfers ja, dat zou kunnen. Krijgen? Dat zou kunnen. Tot nu toe zie je dat de meeste maatregelen ook niet echt veel dat ze niet echt veel uitgericht hebben. Hè? Ja. Dus ja, wie weet. Dat moeten we maar gaan meemaken, denk ik. Maar u blijft optimistisch. Altijd. Altijd. Ja. Nou, dan wens ik u een fijne dag. Insgelijks. En bedankt voor je reactie. Ja, dankjewel. Fijne dag. Dit ziet er best wel gezellig uit. Dank je. Ja, dankjewel. Ja. U mag weer op het terras zitten. Ja. Zou u het fijn vinden om straks ook weer lekker binnen te mogen zitten? Zeker. Ja, zeker. Ja. Maar wat vindt u van de versoepelingen? Ja, het zijn geen versoepelingen. Het is meer eigenlijk dat je een langere draad eigenlijk hebt. Hoe zeg je dat, zo'n ketting? Zo'n hondenketting. Die is iets langer geworden. Maar betekent versoepelen niet dat we met z'n allen gaan versloffen? Dat we op een gegeven moment denken, nou, we zijn er wel klaar mee. Ik denk dat we eigenlijk al een lange tijd er klaar mee zijn, ja. Dus ja. Ja. Want een half jaar geleden was er nog van de overheid de slogan, wij zijn klaar met het coronavirus, maar het coronavirus is niet klaar met ons. Ja. Maar denkt u dat het coronavirus nu wel klaar is met ons? Nou, wij moeten beslissen dat wij er klaar mee zijn. Want ja, de vraag maar is bestaat corona wel? Dat is een grote vraag. Ja, daar heeft u wel twijfels over, heb ik het idee. Ja, heb ik wel twijfels over, ja. Ja. Zou het niet een beetje verzonnen zijn misschien? Nou, ik denk dat het gewoon erger wordt gemaakt dan dat het is. Als je goed kijkt naar alle cijfers en als je ze gaat vergelijken, dan ja, was vorig jaar met de griep en al deze ziekten zijn altijd bestaan. Dus ja, die andere ziekten zijn er ook nog. Maar waarom wordt het dan erger gemaakt dan het misschien is, denkt u? Om ons gewoon te belemmeren. Maar waarin dan? Gewoon om ons doen en laten. Maar waarom zouden wij, waarom zou de overheid ons doen en laten willen belemmeren? Omdat als je ze moet zeggen, steeds verder verspreiden
Omdat als je niet, als je belemmerd bent, ga je ook niet nadenken. Dus je blijft zeg maar op je eigen kleine hokje zitten. We mogen niet meer nadenken. We mogen niet nadenken, nee. We moeten eigenlijk gewoon alleen maar de regels opvolgen. Ja. Dat wordt ons verteld, meer niet. Je mag geen vraagtekens meer zetten. Dus eigenlijk worden we een beetje monddood gemaakt? Ja, eigenlijk wel, ja. Zeker, zeker. Want je mag niet nadenken, je mag niks meer in twijfel zetten. En juist omdat je dingen in twijfel gaat zetten, ga je het bekijken van een ander standpunt. En dan kan je weer, hè, dan ga je verder, dan ga je vooruit. Als je maar op hetzelfde standpunt blijft, dan ga je juist achteruit, want je blijft stilstaan. Dus we staan nou eigenlijk gewoon allemaal stil. Dus eigenlijk hoef je daar niet tegen gevaccineerd te worden? Eigenlijk niet, nee. Nee. Je kan dat doen, maar het is altijd een vrije keuze. Het kan niet opgelegd worden. Nee. En een vaccinatie, ja, er zijn zoveel vaccinaties, maar ze hebben ook laten gewoon zien dat veel ziektes gewoon na een tijdje de hoogtepunt heeft, zeg maar, bereikt heeft en dan weer afzwakt, ja. Want de ziektes veranderen ook. En noemen ze u in uw omgeving niet een wappie? Dat ze zeggen van nou wappie. Ja, dat zeggen ze. Dat zeggen ze wel, maar ja, ik ben liever dan zeg maar een wappie die liever net met mijn eigen gewoon nadenkt, hè, over zulke soort zaken, dan dat ik blindelings alles gaat opvolgen wat me gezegd wordt. Oké. Okay. Nou, ik zie dat er eten op tafel staat. Ja. Ik wens u smakelijk eten. Dank je wel. Een hele fijne dag. Dank en bedankt voor uw reactie. Alsjeblieft. Dank je wel. Oké, smakelijk. Jullie zijn zeker wel weer blij dat je naar de McDonald's mag, of niet? Ja. Ja, want we mogen weer meer, hè? Ja. Vanaf vandaag is dan weer een beetje meer vrijheid. Ja. Wat betekent dat voor jullie? Nou ja, wij zijn blij dat we dingen kunnen doen en zo die eerst niet mocht. Ja. Ja. En jij? Hetzelfde. Ja? Ja. Hey, en zou je het leuk vinden om weer naar een bioscoop te gaan bijvoorbeeld? Ja. Ja, want hoe hebben jullie deze tijd ervaren? Wat vonden jullie ervan het afgelopen jaar? Dat was wel saai. Saai? Ja. En wat heb je nou het meeste gemist? Behalve je vriend? Naar buiten gaan, leuke dingen doen. Dat ja, soort. En werden je ouders niet een beetje gek van je? Nee. Af en toe? Nee. Nee? En van nu? Nou nee. Ook niet? Nee. Zijn jullie zo braaf dan? Nee. Ik hoor heel veel jongeren die zeggen van nou, mijn ouders werden helemaal gek van me. Oh. Nee, maar we waren meestal samen buiten gewoon, dus okay. Ze waren niet echt zoveel binnen en zo. Nee. En gaan jullie nog met vakantie? Nee, ik niet. En jij? Ja, ik ja, wel. Ja, waar gaan jullie naartoe? Naar Duitsland. Naar Duitsland? Ja, ja, als je erin mag, hè? Ja. Want dat is nog niet zeker. Ja. Duitsland wil ons nog helemaal niet hebben. Nee. Dus, nou ja, ik zou zeggen, op naar Duitsland dan maar. Ja. Fijne vakantie. Dank u wel. Oké. Okay. Doei. Meneer, we krijgen weer wat meer lucht in de samenleving met alle versoepelingen. Wat vindt u daarvan? Ja, wat ik ervan vind. Ik heb soms wel een beetje mijn twijfels bij of het al kan. Omdat het gevaar nog niet helemaal uit de lucht is. Nee, want het slogan van de overheid was een half jaar geleden nog van wij zijn misschien wel klaar met het coronavirus, maar het coronavirus is nog niet klaar met ons. Precies. Nu zijn we een half jaar verder en lijkt het wel alsof we er helemaal klaar mee zijn. Ja, daar lijkt de samenleving een beetje de mening te hebben. Maar nou, daar sta ik niet helemaal achter. Ik denk dat we nog niet helemaal van het vaccin van het virus af zijn. En dus ik, ja, mijn advies zou zijn om nog even te wachten met al die versoepelingen. Ja, want voordat we allemaal gevaccineerd zijn bijvoorbeeld. Wat betekent de versoepeling niet versloffing van de maatregelen zoals we die tot nu toe gekend hebben? Dat we er te licht mee omgaan, zo van oké, nou het mag wel weer, dus... Nou, ik denk wel dat ze de adviezen van het RIVM wel redelijk... inzien in ieder geval. Of ze nemen ze niet volledig serieus, nee, denk ik. Maar de overheid misschien wel, maar wij als burgers. Dat we denken, oh, we mogen weer en vervolgens gaan we versloffen. Zijn we niet meer alert en scherp? Waardoor misschien straks weer nou ja, het aantal besmettingen fors gaat toenemen in het najaar. Dat is denk ik voortdurend aan de gang geweest de afgelopen jaar. Dat de maatregelen gewoon niet duidelijk waren. En dat daardoor inderdaad mensen gewoon gaan versloffen. Omdat ze het gewoon niet serieus nemen. Ja, en dat snap ik ook wel. Nou is het 20% minder. Je zou kunnen zeggen, zet even door totdat we zeg maar 50% minder hebben. En laten we dan gaan kijken of we wat meer kunnen. Ja, ja. Dat zou ik doen, maar ja, goed, ik heb het helaas niet voor te zeggen. En ik spreek ook vanuit de luxe positie, omdat ik woon in een groot huis. Ik kan makkelijk thuiswerken, mijn kinderen kunnen gewoon naar de opvang. Dus wat mij betreft kunnen ze nog wel even doorgaan met deze lockdown. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen die er veel minder voor staan. Gaat u met vakantie?
Ik ga een weekje naar Castricum straks volgende week. Ja, ah, maar, dus, maar hoef je niet met het vliegtuig naartoe? Ik hoef er niet met het vliegtuig naartoe, nee. Dat laat ik ook nog even voor wat het is. Op wachten. Ja. Kortom, ja. U doet nog even verstandig. Dat denk ik, ja. Ja, ja. Ja. Ik denk het wel. Nou, ik ga u bedanken voor uw reactie. Ja, fijne dag verder. Waarvan zijn u? Waarvan zijn van RTV Dordrecht. Ah, wat mooi. Mooi. Ja. Oké. Okay. Dus u bent samen met uw dochter gezellig op pad? Ja, we gaan even wat boodschapjes doen. Ja, oké. Okay. Zal voor haar ook een rare periode zijn? Ja, hoewel ze is nu 3. Ze heeft een jaar lang, een derde van haar leven heeft ze in de lockdown gezeten. Dus zo raar is het eigenlijk niet voor haar meer. Voor haar is het meer normaal. Ja, ja. En nou. Ze komt gewoon naar de gasthouder. Dus, kijk aan. Nou, heel veel plezier. Ja, dank u wel. Dank je wel. Succes. Dag. Het is toch eigenlijk best triest, hè? Sta je hier in de rij om naar Rituals binnen te mogen? Ja, het is zo is net, het is toch net de Efteling? Efteling is leuker. Efteling is leuker. Ja, helemaal waar. We gaan met z'n allen weer een beetje versoepelen. We krijgen weer wat meer lucht, hè? We mogen meer. Yeah. Wat vindt u van de versoepelingen? Ik weet niet of het al zo veilig is, maar hey, ik ben niet de regering. Nee. Maar goed, ik had net ook een meneer die zei ook van, ik denk dat het allemaal een beetje te vroeg is dat we het gaan doen. Ja, het zou fijn zijn als er meer mensen gevaccineerd zouden zijn. Ik zou graag een vaccin ontvangen, maar ja, ik ben te jong. Ja, maar voor 1 juli moet iedereen ingeënt zijn, dus ook u. Dat gaan ze niet halen. Nee? Nee. Dat is dus het optimistisch van de minister. Een beetje, aangezien mijn moeder van 58 net aan de beurt is en ze langzaam steeds jonger gaan. Ik denk niet dat ze dat voor 1 juni halen. Nee, en jouw moeder heeft de eerste vaccinatie gehad? Die heeft nu de eerste afspraak. De eerste afspraak? Mijn vader heeft zijn eerste vaccinatie gehad. Wat vond hij ervan? Was het een gevoel van bevrijding of van misschien een beetje meer beschermd? Hoe gaat dat? Ze hebben er allebei zin in, want ze willen gewoon weer dat alles open kan en dat alles weer terug naar normaal kan. Maar redelijk bevrijdend. Ja. Maar nou zeiden we een half jaar geleden nog van het corona. Wij zijn misschien wel klaar met het coronavirus, maar het coronavirus is niet klaar met ons. Mm-hmm. Maar denkt u nu echt dat wij een half jaar verder, dat het coronavirus ook klaar is met ons? Dat zal toch niet zo zijn? Ik denk het niet. Er zijn ook veel mutaties natuurlijk, dus het zal altijd wel een beetje blijven. Maar hopelijk krijgen we het genoeg onder controle dat we weer ergens in de buurt van normaal komen. Ja, en heeft u al vakantieplannen gemaakt? Ik geloof niet dat we dit jaar nog op vakantie kunnen. En als het al zo is, dan is het in de herfst. Oké. Okay. Wat gaat u binnen kopen? Gaat u iets voor iemand kopen? Of, Ik ben met haar mee. Zij heeft iets nodig. U heeft iets nodig voor? Voor mij misschien? Nee, voor een vriend van me. Voor een vriend? Ja. Oké, okay, maar ik ben ook een beetje vriend, hè? Nu. Gelijk, spontaan. Ja. Maar wat vindt u van de versoepelingen? Erg welkom. Ja. Erg welkom. Dat is een ander geluid dan wat ik net bij uw vriendin hoort. Ja, klopt. Klopt. Ja, verschillend te zijn. Ja, ik ben heel blij. Ik kom vandaag eindelijk weer de sportschool in. Hier doen waar ik werk en waar ik voor hoor. Dus Okay. Is toch wel. Dus eigenlijk mag het voor u nog wel wat meer versoepeld worden? Ja, als het op een veilige manier kan, zeker. Ja, maar dat is maar de vraag, hè? Ja, dat is waar. Ja. Maar ik wil natuurlijk ook gewoon dat iedereen veilig is. Dus gewoon aan de regels houden zo ver mogelijk. Maar als alles weer open kan en terug naar normaal, is zeker welkom. En gaat u met vakantie? Kan niet, hè. Je kan dus, niet? Kan niet, nee. Ik kan in Nederland op vakantie. Maar, het is ook een mooi land, hoor. Ja, is het zeker. Ik reis ook af en toe een dagje even weg. Maar echt vakantie, nee. Wat heeft u het meeste gemist het afgelopen jaar? Sportschool. Ja. De sportschool, dat is niet aan te zien. Nee, klopt. Thuis heel veel aanpoten. Ja. Oké. Okay. Nou, ik wens u succes met uw aankoop. Dankjewel. Ja, en vergeet u mij en mijn cameraman niet. Ja? Ja, komt goed. Oké, okay, we zien het wel tegemoet op de redactie van RTV Dordrecht. Oké, okay, het leerpark. Oké, okay, ja? Leuk, dank je. Zoek maar wat leuks uit. Komt goed. Oké, okay. Nou, fijne dag. Hetzelfde. Wat vindt u van de versoepelingen? Ja, best wel goed eigenlijk. Ja? Want we zitten al, hoe lang? Al in de dat we met de coronamaatregelen te maken hebben. Een jaartje, zeg maar. Ja, ja. Ja, maar betekent versoepeling niet een versloffing? Dat we een beetje te gemakkelijk gaan worden? Bij sommige dingen is het wel makkelijk, zeg maar. Maar ja, het is wel te doen, zeg maar. Ja,
Maar, mensen worden nou wel een beetje... Dat bedoel ik, hè? Ze worden makkelijker. Ze zijn zat. Ja, maar het coronavirus is ons nog niet zat, hoor. Nee. Die blijft ons achtervolgen. Ja, maar sommige mensen worden, die krijgen de hoofdpijn van en die worden er ziek van. Ja. En dat is bij alles natuurlijk. Ja. Gaat u met vakantie? Nee. Nee, want dat zou voorlopig er even niet in zitten. Nee, waarom niet? Mag ik het vragen? Dat is gewoon normaal natuurlijk. Ja. Als er zoiets gebeurt. Het is nu overal nog niet echt... Nee, maar krijgt u helemaal geen vakantie, of wel? Ja, ik krijg wel vakantie. Ik heb net vakantie gehad. U hebt net vakantie gehad? Ja. Dus u moet weer aan de bak? Ja. Ja, is flauw met die bak naast je, maar... Ja. U moet weer aan de bak? Ja. Oké, waar bent u naartoe geweest? Ja, hier in de wijk. In de wijk? Ja, ik ben een papierprikker. In de vakantie gaat u papier prikken? Ja, nee, ik ben gewoon thuis geweest. Oké. Thuis geweest. En in de tussentijd bent u gewoon gaan papier prikken? Ja, ik kan bij mijn eigen thuis. Je beroep. Bij mijn eigen thuis. Bij je eigen thuis? Ja, ook natuurlijk belangrijk. Hè? Ja, want wat mag ik vragen, wat doet u voor uw beroep? Want u ziet er zo schitterend uit, maar wat doet u? Ik ben papier prikken hier voor in de stad. Oké. Dus hoeveel uur per week doet u dat? 5 keer op een dag. 5 keer op een dag? Ja. Oké, dan moet ik heel snel rekenen hoeveel uur dat is, dat weet ik niet. 36 uur. 36 uur. Ja. Maar dan moet je ook wel zorgen dat je afstand houdt ten opzichte van andere mensen. Wij werken allemaal alleen, dus... Oké. Ja. Zo, dus, en de mondkapjes, vindt u veel mondkapjes op straat? Ja, heel veel. Ja, heb je nou mondkapjes erin zitten of niet? Ja. We hebben best wel veel per dag. Kunnen we even kijken? Ja, ze zitten ergens verstopt. Ze zitten ergens onderin. Ze zitten onderin. Maar, ja, maar per dag zie ik wel heel veel liggen. Dus we worden ook een beetje slordig. Ja, mensen gooien heel veel dingen op de grond, vind ik. Ja, en met name ook mondkapjes. Die vindt u steeds mondkapjes, meer. Mondkapjes. Die blauwe, zeg maar, ja? Ze vind ik. Zwarte, zeg maar, net als die blauwe, zeg maar. Zoals je nu op me hebt, zeg maar. Ja, dit is een andere, hoor. Oké, is niet van straat geraapt, hè? Nee. Okay. Dat is die kan je wassen. Goed. Nou, ik wens u een fijne dag verder. Ja. En ik zou zeggen, hou vol met alle coronamaatregelen. Ja, dank u wel. Ja? Oké. Ja, en tot zover deze aflevering van Op Pad met Ad. De meningen lopen uiteraard weer totaal uiteen. Wat de een flauwekul vindt, vindt de ander weer een te vroege versoepeling. Ja, en waar mijn pad ons volgende keer naartoe leidt, wachten we het af.